In de vroege ochtenduren kwam een bestuurder onder invloed van alcohol het historische pand van de Backlot met zijn Mark X binnen. De wagen botste op twee pilaren, waarna de bestuurder zonder rijbewijs het gebouw binnenreed. Met hulp van de brandweer werd de auto vanwege instortingsgevaar verwijderd en weggesleept. De Backlot startte onmiddellijk met opruimen en stabiliseren van het pand. Op sociale media uitte directeur Henna Draaibaar haar afkeuring over de roekeloze handeling van de bestuurder. De exacte oorzaak van het incident bleef onopgehelderd. Niemand raakte gewond in het monumentale pand waar de Backlot zich bezighoudt met filmproductie, educatie en evenementen zoals het 10 minuten jeugdjournaal.